Okay. Maar ik vind de schilderij geweldig. Die auto weten we heel goed, hè, Bob. Dit is van Bob. De eerste keer dat wij in beeld kwamen bij het KVN-fonds was dat we een tentoonstelling hadden waar we extra geld voor nodig hadden. En dat was eerst echt gewoon dat wij geld gaven, dat wij de doelen dat besteden voor een doel. Gewoon een locatie toe. En dan nemen we altijd bordjes mee, stoelen. En zoeken we een plaats uit waar we wat we mooi vinden om te gaan tekenen. En toen kwamen zij op de tentoonstelling, ook met kwamen ze echt met een aantal mensen van het KVN-fonds kwamen ze langs. En dat heeft heel leuk uitgepakt. In een hele reeks tekeningen, keramieken, schilderijen die gemaakt zijn op de erfgoedlocaties die ooit ondersteuning hebben gehad van het KVN-fonds. Bob, hoe is het mee? Goed. Ja, Bert? Hey, ben hoi. Ja, alles goed? Ja. Ga even achter mijn bureau zitten. Jaarverslag en de kunst in het jaarverslag. Kunst in het jaarverslag. Het thema van het jaarbericht was erfgoed beleven. En wij zochten onder andere een manier om ons jaarbericht eens op te vrolijken. Dus dit is het digitale jaarverslag. Ja. Leuk. Ja, het brengt het een beetje tot leven, hè? Ja, absoluut. De ogen van Bob. Nou, we gaan het zien. Oh ja. Ja. Geweldig. Ja. En dat heeft te maken met kleurgebruik. Ja, die auto, die weten we heel goed, hè, Bob. Wat is die Texaco-auto? Dit is van Bob. Dan moeten we van Bob Dijkhorst. Dus ik vind het heel leuk dat we op deze manier, als het ware, door de ogen van de schilders van Lennart kunnen kijken naar een erfgoed. Denk ik te zien. Willem, wat is het over zijn jaarbericht? Nou, het KVN Fonds wil elk jaar vertellen wat we gedaan hebben. Ja. Kijk, dit is onze oprichter, meneer KVN. Die heeft het eigenlijk allemaal betaald. En hij wilde dat daar goede dingen mee gebeurden. En wij hebben gewoon de verplichting om dat te vertellen aan de wereld. Dat is ook heel mooi. Mooi schilderij. Ja, kijk, al wij hier nog wat werk kan zien. Door erfgoed beleefbaar te maken, kweek je bewustwording. Dus als je het niet ziet, dan kan je er ook niet van genieten. Locatie tekenen is mooi, dan kan je leren en kijken. Wat heb jij gezegd, Bob? Heb ik dat gezegd? Ja. Eigenlijk vind ik het wel leuk om even te zien wat jullie allemaal aan het doen zijn. En ik kom terug en heb gewoon een fiets zonder zaak. We gaan zien jullie het ook. Ja. Je zei het toch? Ja. In april en mei in het stadhuis. Ja, maar het loopt ook heel spannend weg, hè? Een van de auto's, een Rolls Royce, van Prins Bernhard. Die is bij boven, toch? Ja. Samen denken, samen plannen maken, samenwerken is vertrouwen hebben in elkaar, is er iets aan overhouden als je hebt samengewerkt, dat je misschien wel weer meer contacten hebt dan je eerder had. En contacten zijn belangrijk om nieuwe dingen te bedenken, want daar heb je heel vaak andere mensen bij nodig. Hey, ik zie jou volgende keer weer. Erbij kwamen. Ja, in het begin vond ik het. Ik ben ook.